Wil jij nou zien wat er in deze week gebeurt? Bijvoorbeeld waarom we buiten zijn? Dan kijk dan verder naar onze video. Ik zit inmiddels op Verona. Ik ben aan het wachten op Tess. We gaan de buitenrit. Vandaag is de dag voor Vaderdag. Dus vanmorgen gaan we heel vroeg longeren en de paarden op de wei zetten. En 's middags komt dan Elisa om ze er nog een keertje uit te halen. En gaan wij een dagje met opa en papa aan de slag. We zouden gaan varen. Helaas gaat dat dan weer niet door, omdat er iets misgegaan is met de agenda. Maar ik zit nu op Tess te wachten en hopelijk gaan we zo. Is die klaar hoor? Die loopt altijd het eerste stukje, voornamelijk omdat het gewoon een rotweg is. Terug gaat het altijd wel, maar heen doet ze altijd even lopen. Inmiddels zijn we bijna terug. Tess die heeft een afspraak, dus we moesten het wakkorten helaas. En dan mogen de paardjes lekker op het land. Heb jij op het land gezet, toch? Ja. Lekker hoor. Weer terug. Dan kunnen ze lekker op de wei. Kom, waar ga je heen? Echt? Serieus? Tuurlijk, joh. Goedemorgen, zondagochtend 7 uur. Nou, dat is het niet meer. Het is inmiddels 7:05. En wij zijn al op de Arkenhoeve, omdat het Vaderdag is. En dan zouden we vandaag gaan varen. Helaas is er iets misgegaan. Dus gaan we niet varen. Maar we zijn even goed vroeg, omdat we een leuk dagje hebben. Wat is er, Tess? Waar wil je dat ik kijk? Hieronder. Hieronder. Ja, ik voel het. Zo. Pittig. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar het zijn gewoon beestjes. Kunnen jullie het zien? Maar de buik. Nou, het zijn er pittig veel. Maar het zijn gewoon beestjes die prikken, schat. Het zijn gewoon galbultjes. Er is niks aan de hand. Het is alleen vervelend voor haar. Tess gaat voor Blondie freestylen even. Blondie zegt, nee, ik vind het te vroeg. Ik ga wel even wat anders doen met mijn leven. Maar ze luistert altijd goed. Dus dat is zo goed. Ron heeft al longeertuin gaan. Nu heeft hij toch maar weer naar buiten gestoken, dat is handiger. En voor mensen die tongproblemen zitten en graag oplossingen voor corona aan willen dragen, dat mag. Maar ik kan je wel vertellen dat we al verschillende bitfitters, osteopaten, dierenartsen, fysiotherapeuten, zadelmaker, gedragsdeskundigen, noem maar op. Alles hebben we er al naar laten kijken. En ja, nu is gewoon niet zoveel aan te doen. Het is ook een gewoonte van me. Zo, ik heb net met Blondie gefreestyled. Dat ging best wel erg goed. Op een gegeven moment was ik er een klein beetje klaar mee. Dus toen heb ik er aan de lijn gedaan. En ben ik aan de hand gaan draven. Dus ik heb dan ook wat beweging gehad. Nu is mijn moeder aan het lungeren. En ik ga even kijken hoe het daarbij gaat. Kijk, daar is ze al bezig.
klaar. En is het goed gegaan? Ja, vrouw vindt het moeilijk, maar ja, ik wil toch graag dat ze die, even kijken hoor, haar linkerkant los gaat laten, zodat ik op de rechterhand ook om mijn benen heen kan buigen. Dat lukt gewoon al een tijdje niet meer. Dus we gaan er wat harder tegen. Nou ja, niet harder, dat is het verkeerde woord. Maar ik probeer daar haar mee te helpen. En dat vindt ze moeilijk en dat is ook moeilijk, maar dat geeft niet. Dat lossen we wel op. Ik ben hier samen met Boris. Mijn lieftallige partner van vandaag. Hij is alleen een beetje gulzig naar de snoepjes. Kijk. Die wil hij gewoon heel graag. En daar gaat hij dan ook vol voor. Toen waren we alweer thuis. Heb jij nog wat te zeggen over vandaag? Nou, ik heb Veron even op de trailplaat gezet. En we gereden, in de molen gestaan. En tijd om social media bij te werken. Jullie vragen en opmerkingen. En over dat het springen met een springzaal, dat ik dan niet mag zeuren, dat Verona pijn in de rug krijgt. En zo meer van dat soort dingen. Maar goed, daar geef ik gewoon niet eens antwoord op. Want hoezo kan ze daar dan pijn krijgen? Ach wel, nee. Dat zadel van Verona is op maat gemaakt voor haar. En heeft hele fijne kussens. En nou ja, goed. Er zit een bukasdekje onder. Ja, echt zoiets van, hoe voorzien je het? En zeker zo hoog sprong ze nou ook weer niet. En jij weegt geen ene drol, dus... Dat zijn opmerkingen waar ik eigenlijk niet zo warm van mee kan. Maar goed, maakt niet uit. Er zitten ook hele leuke tussen. Ik hoorde dat jullie een nektroper zochten. Ik zou graag eentje aan jullie willen geven. Oh, dat is echt heel lief. Liefde, uiteraard gratis. Je kunt mij bereiken via en dan een naam op Instagram. Nou, oh, dat is, dat is gewoon super lief. Dat is zo, ja, daar word ik dan wel weer helemaal gelukkig van. Dus dan zeg ik, oh, wat lief. Dank je wel. Oh, dat vind ik echt heel schattig. Ja, dat vind ik ook. Dus we hebben heel veel lieve, schattige mensen die ons altijd wel blij maken. Ja. Maar soms vind ik het best moeilijk dat er allerlei opmerkingen gemaakt worden alsof wij niet goed voor onze paard zorgen. Ja, net zoals dat een vlecht in een paard zijn staart. Om maar iets te noemen. Dus soms is dat best moeilijk als influencer. Ja, want er komen eigenlijk best wel heel erg veel... Nou, niet heel veel. Nou. Dat is onzin. Het is maar een klein percentage. En het is zoals met alles. De slechte dingen onthoud je makkelijker dan de goede dingen. Maar ik moet zeggen, 90% is altijd wel fijn. Ook is de frikandellenbrigade weer bezig. Oh, dat is ook altijd wel weer een dingetje. Ja, ze begonnen ook tegen Sjoe. Ja, inderdaad. Dus dat is altijd weer lastig. Dat zijn mensen die het leuk vinden om dan te zeggen, mag ik een foto van mijn paard sturen? En dan sturen ze een frikandel. Nou. Het is niet heel grappig. Maar goed, die blokkeren we gewoon allemaal. Dus het is niet anders. Ja, maar nu gaan we mensen is... met paardrijden is geen sport. Oh ja, die zijn ook altijd hartstikke leuk. Maar inmiddels is het 10 uur. Jij moet morgen naar school. Dus wij gaan naar binnen. En morgen weer een nieuwe dag. Ja, want ik ga weer mijn musical oefenen. Zo, ik ben op weg naar de Horstor. Want die zit daar omhoog. Want het is vandaag de dag dat mijn De Nero laars worden opgemeten. Ik ben echt super blij, benieuwd. Ik heb er eigenlijk niet zoveel woorden voor, omdat ik gewoon echt heel erg blij ben. En Daan die gaat me er doorheen helpen vandaag, dus dat vind ik wel heel erg fijn. Ik ben benieuwd. Hallo, nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. Heb je er zin in? Heel erg. Ja? Nou, ga ik je helemaal opmeten. Gaan daarna kijken wat voor laarzen je precies wil. En dan gaan we ze helemaal zelf samenstellen. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, hè? Oké. Vandaag zijn allemaal hele leuke dingetjes. En het is donderdag. Ik heb hier een pakketje achter staan van GPA. Daarvan staat de livestream op
Insta? Ja, die gaan we het zo meteen streamen. En dan zet ik hem op Instagram bij IGTV. Dus daar komt hij te staan. Dus wil jij weten, nou ja, waarschijnlijk weten jullie het al, hoe ik reageer op mijn cap? Ik weet dat nog niet. Of misschien ook wel meer, dat weet ik niet. En vandaag heb ik mijn allereerste eigen telefoon gekocht. Nou, die heb ik gisteren gekocht. Vandaag is die binnengekomen. En dit is de allernieuwste, dus de SE. Ik heb er zelf voor gespaard. Want mijn moeder die zei, ik wil heel graag de iPhone 11. Maar die was wel heel erg duur. Zei mijn moeder, nou misschien kan je dan ook doorsparen voor de telefoon die daarna komt. En ik vind dat echt heel fijn dat ze dat heeft gezegd. Want dit is een tussentelefoon, de SE. Deze heeft ook de chip van de iPhone 11 Pro. De A13. Ja, heel ingewikkeld allemaal. Super blij mee. We gaan nu naar de Arkenhof. Ja. Het is vandaag 30 graden. Mm-hmm. Dus te warm. De lessen vanavond zaten al vol. Dus Tessie krijgt zaterdag weer les. Ja, want dan is het ook weer 20 graden. Dan is het weer een stuk koeler. Acceptabel. Precies. Dus vandaag gaan we ze zo meteen even op de wei zetten. Als het lukt. En als het niet lukt, gaan we ze afspoelen en even in de molen zetten. En misschien is afspoelen sowieso wel lekker. Ja, maar liever niet voordat ik ze op de wei zet. Nee, want dan koken ze gaar. Nee, dat is niet zo. Dat schijnt een kletsverhaal te zijn. Oh. Maar ja, ik weet niet zo goed wat ik daar altijd mee moet. Dus om ze nou voor de wei af te spoelen, ik weet niet. Maar goed, we kijken eventjes of er een plekje is. En anders gaan we het afspoelen en in de molen zetten. Het is wel echt heel gaaf. De livestream is gedaan. Mijn haar is vreselijk. Maar wat er op dit moment nu gaande is, is paardjes staan lekker op de wei. Nu ga ik de hapjes doen en dan gaan we even naar huis toe. En dan is het weer tijd om de paardjes van de wei af te halen. Het is inmiddels in de auto 36 graden. Heet, ja. Buiten is het 30 graden, dus niet te doen. En dat om 7:15. Wat me meest verbaasd is dat ze wel schaduw op de wei hadden, maar niet in de schaduw kunnen staan. Ja. Lekker gewoon in de zon te staan. Ja, dat is ook wel apart. Nou ja, ieder paard zijn ding. Wij gaan naar huis toe. Kijken of het daar wat koeler is. Ik ga mijn cap aan mijn vader laten zien. Ik denk dat hij het ook wel gaaf vindt. Niet heel goed zien, dat is wel heel jammer. Oh, ga je opstaan, Pirelli? Nee, Pirelli blijft liggen. Misschien dat hij zo opstaat en kan ik hem aan jullie laten zien. Zo, dan pak ik 1 euro uit mijn zak. Die stop ik hierin. Ja. Dan ga ik die aan. Voelen of hij al trilt, waarschijnlijk niet. Nee, vrouw. En dan zet ik hem op start. Nou ja, dus vrouw. Hey. En dan is die nu aan het trillen. Misschien hoor je dat ook wel aan mijn stem. Is uitgetrild en ik ben echt super moe ineens. Ik zat een beetje in te kakken. Het begint nu ook steeds donkerder te worden. Dat is ook best naar. Ze vrouw heeft niet echt naar Blondie geroepen. Dus dat was wel geschreven. Ik zet haar nu terug in haar stal. Ik ga Uffie hem even lekker eten geven. En dan heb ik ondertussen ook mijn moeder gebeld dat ze deze richting op kan komen.
En mijn moeder vroeg, ben je nog niet dood? Want het vond het een beetje raar dat ik zo lang geen appje had gestuurd of niets had gezegd. Hapjes gedaan, geveegd, Vrona op de trilplaat gezet. Zelf ook even lekker getrild. En ik ben nu bij Blondje. En hier ga ik de dag afsluiten. Vandaag was trouwens ook de eerste dag van de weekvlog. Nee, vandaag is de laatste dag van de weekvlog. Ja, het is vandaag vrijdag. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer bij een superleuke zondagvideo. Om 9:30 zitten wij weer in een live chat. En als je zeker weten niks wil missen, doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En klik op het belletje. Want dan krijg je iedere keer als wij een video plaatsen of live gaan op YouTube. Dan krijg je een berichtje. Dus dan weet je precies wanneer we weer bezig zijn. En een YouTube kanaal aanmaken is gratis. Sommige mensen denken dat je hier geld voor moet betalen. Maar dat is niet zo. Dus abonneren is ook gratis. Dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Doei doei!